Welkom allemaal, leuk dat jullie kijken naar aflevering 26 van de Rode Leeuwen. We hebben natuurlijk ondertussen al een ziek team met al twee Team of the Seasons erin. Al de wereld en natuurlijk Bergwijn. En zo extreem veel upgrades kunnen we niet meer doen. Daarom had ik de vorige aflevering aan jullie gevraagd wat ik moest doen als volgende serie. Want volgende week gaan we beginnen met de nieuwe serie. Dus deze serie gaat nog twee afleveringen duren. Daarna beginnen we met de nieuwe serie. Dus we gaan nog even knallen aan het eind van deze serie. En daarna gaan we knallen met de nieuwe serie. Maar de vraag is nu, wat moeten we gaan doen als volgende serie? Ik had vet veel comments gelezen. Heel veel bedacht en gedaan. Hier was bijvoorbeeld een comment. Viva Bouws, ik zou La Liga of Premier League doen als serie. Hier was nog een comment. Doe Bundesliga, omdat niemand dat zegt. Dus dat was ook een idee. Bram had ook een leuk idee. Doe als serie een team waarbij je de clubs gebruikt van eenzelfde stad. Bijvoorbeeld United en City, Inter en Milaan en Real Madrid en Atletico Madrid. Zeg maar een beetje die combinaties. En uiteindelijk heb ik allemaal comments gelezen en heb ik een lijst gemaakt met ongeveer 10 opties. Ja, je hoort het goed. 10 opties. Ik zal ze even snel opnoemen. Je hebt Liverpool als club. Je hebt als league Premier League, La Liga, Bundesliga. En dan heb ik nog een extra toegevoegd, namelijk Eredivisie en zeg maar de Pro League uit België. Dat ik daar een combinatie van kan gaan maken. Ik heb nog 3 steden toegevoegd, namelijk Manchester, Londen en Madrid. Dan heb ik ook nog 2 landen, namelijk Brazilië en Argentinië. Ik zal een linkje in de beschrijving neerzetten en dan kunnen jullie stemmen op degene waar jullie van denken dat is het leukst voor een nieuwe serie. Dus stem er allemaal op en dan gaan we dat doen als volgende serie. Maar daar genoeg over gepraat. We gaan nu gewoon lekker beginnen met deze aflevering. Want we gaan natuurlijk nog 2 afleveringen doen van deze serie. En daarna pas de nieuwe serie. Maar laten we gewoon maar meteen het rad erbij pakken. Want elke 1000 likes is natuurlijk 1 spinpunt waard. En we hebben vorige aflevering gewoon 4700 likes gehad. Dat betekent gewoon 5 keer gratis aan het rad draaien. Want dat ronden we natuurlijk af. En dat is wel heel chill. Dus hopelijk krijgen we even mooi FIFA punten. Dat zou chill zijn. Want er is natuurlijk momenteel Team of the Season van de Premier League. Dus ik hoop dat we daar even wat van kunnen krijgen. We zullen het zien. Dit is nummertje 1. En we beginnen met een lane spelen. Dat is op zich ook wel chill. Dan kunnen we eventueel Johan Cruijff weer in de spits neerstoppen. Oké, staat genoteerd. Dan gaan we weer verder draaien. En wat krijgen we nu? Oh, bijna 400 FIFA punten. Net niet. We hadden 10 upgrade punten, dan hebben we er nu 9. Ah, dit is altijd zo balen. Ik had zo graag die FIFA punten gewild. Maar we mogen nog 3 keer draaien. Dus misschien komt het alsnog goed. En wat krijgen we? Ja, oké, 200 FIFA punten. Dan hebben we er nu in totaal 500. Ik wil er eigenlijk 1000 hebben. 50k pakketjes vind ik echt chill. Maar misschien komt dat nog. Come on, wat krijgen we? Nice, nog een keer. Dan hebben we nu gewoon 700. Dit gaat wel lekker. Dit wordt de laatste keer aan het rad draaien. Kom op. Wat krijgen we nog tot slot? Nog meer FIFA punten? Ja, nog meer. We krijgen er 100 bij. Dan hebben we nu 800 FIFA punten. Dus dat is op zich wel chill. En 9 upgrade punten. Maar ik kijk even wat voor packs er momenteel in de store zitten. Even kijken of er nu iets leuks is. Ja, kan niet anders. Maar er moet wel een 5k pakket zijn. Oh, die is er ook. Dus we gaan nog eventjes sparen. En als ik dan de 1000 FIFA punten deze aflevering heb gehad, gaan we die 50k pack openen. En anders bewaar ik de FIFA punten voor volgende aflevering. En als upgrade wat we gaan doen, is denk ik bij Naldum Team of the Season. Die vind ik echt beast, jongen. Die is echt niet normaal goed. En die ga ik dan denk ik doen voor Van Dijk. Voor op middenveld. En dan ga ik Van Dijk hier voor Maleisië op de bank neerzetten. Daar hebben we een zieke bank. Zieke basis zelf. En misschien dat we dan Lukaku ook nog gaan upgraden. Want dat zou betekenen dat ik alleen maar special cards heb. Maar ik heb momenteel 9 upgrade punten. En dat is helaas nog niet genoeg voor Wijnaldum. Want ik wil dan eigenlijk Maleisië upgraden voor Wijnaldum. Zodat we dan in één keer zeg maar een volledig super sick team hebben. Dus daar gaan we voor sparen. En hier trouwens nog een comment van Sven. Die zei je kan nu ook gewoon 4-3-3 spelen. Want iedereen heeft dan natuurlijk alsnog gewoon 10 gem. Dus dat ga ik inderdaad gewoon doen. Daar had hij helemaal gelijk in. We kunnen inderdaad net zo goed zo spelen. En voor het middenveld is dat eigenlijk wel beter. Ja, alleen Van Dijk zou je goed als verdedigende middenvelder kunnen gebruiken. De Seedorf en de Bruyne zijn natuurlijk beter zo. Maar laten we nu maar gewoon lekker gaan spelen. En hopelijk gaan we winnen, zodat we lekker vaak aan het rad mogen draaien zo meteen. Oh ja, trouwens, nog een comment. Ik heb al vet mijn comments behandeld, maar dit moet gewoon hebben deze aflevering. Dit was van Ajax Amsterdam Official Champions League. In ieder geval, zo was zijn YouTube naam. In de pack kreeg ik Onana. Dat was inderdaad zo, want ik vroeg hem waarom heb ik Team of the Season Onana gekregen. Want die had ik opeens in mijn club. En die zei, EA heeft dit gecorrigeerd. Omdat dan, ik had er gewoon Onana gekregen. Maar die zat in Team of the Season. Dus dat klopte niet. Dat dacht ik al. En toen heb ik uiteindelijk Team of the Season Onana gekregen. Dus eigenlijk had ik 2 Team of the Season in 1 pack. Omdat ik in diezelfde pack ook nog andere Team of the Season had. Dat is wel heel ziek. Jullie krijgen wel even te zien. Wat een lekker begin. Zit er verder nog iets in? Nee, dat helaas niet. Oh, huh?
Onana, die heeft toch ook een team of the season? En trouwens, het team van mijn tegenstander is super ziek. Dus dat gaat wel lastig worden. Maar dat was dan wel echt een zieke pack geweest. Als die Onana gewoon team of the season was geweest. In die pack ook al. Maar eigenlijk heb ik hem alsnog gekregen. Dus eigenlijk heb ik gewoon twee team of the seasons gepakt in één pack. Zonder dat ik het door had. Dat is best wel bizar. Nou, Van Basten. Oeh, bijna goal. Trouwens, ik ben nu vergeten om die leenspeler toe te voegen. Dat was een beetje dom. Maar dan mogen we de volgende wedstrijd een leenspeler toevoegen. Dat is echt zo dom. Dan ben je zo gefocust in je wedstrijd en in je dingen die je doet, dat je dat gewoon helemaal vergeet. Maar ja, ik heb het gelukkig nu onthouden, dus volgende wedstrijd moet het wel goed komen. Nou, hier paasje op Van Dijk, paasje door op Hazard in de verrehoek. En dat is hem niet. Oh, yo, ik dacht echt dat hij erin zou vliegen. Oeh, wat? Lol, gewoon een penalty. Oké, dat had ik eventjes niet zien aankomen, want mijn tegenstander deed volgens mij niet eens zo heel veel. En die kans was al volledig voorbij. Wat gebeurde er? Wat? Nee, dit kan nooit een penalty zijn. Oh, volgens mij gebeurde er veel te weinig. Maar we hebben een penalty. Dus dat is mooi. Ik schiet normaal altijd rechterhoek. Ik doe dat een keertje niet. Ik doe linkerhoek. En dat is alweer fucked dat de keeper dan weer net linkerhoek duikt. Echt waar, jongen. Penalties, ik mis ze veel te vaak. Nou, hier. Paasje door. Van Dijk. En dit is hem wel. Nice. Oké, dan maakt de penalty die ik net had gemist toch weer een beetje goed. Lekker hoor, Van Dijk. Dat doet hij toch best netjes. Terwijl dat hij niet de beste in mijn veld is met schieten. Maar al trouwens, 87 is natuurlijk nog steeds over. Maar even geleken met de bruine Seedorf en Van Basten valt het wel mee. Nou, het is momenteel rust. Ik sta dus 1-0 voor. Qua kansen ongeveer wel gelijk. Evenveel schoten op goal. Hij heeft één gewoon schot meer. Dus in dat opzicht is het wel nice dat ik 1-0 voor sta. Maar ik had wel het idee dat mijn kansen iets groter waren. Maar ja, maakt niet uit. Ik moet dit in ieder geval vast blijven houden. En dat gaat denk ik al heel lastig worden in de tweede helft. Ik heb zo vaak dat ik het dan toch nog weggeef. Maar ik hoop dat dat vandaag niet gaat gebeuren. Oké, mijn tegenstander drukt op start. Ik denk dat hij nog wat wissels gaat doen. Nou, dan doe ik ook gewoon een wissel. Frenkie de Jong ga ik echt niks op achteruit. En Bergwijn zal ik die... Weet je wat, ik ga Bergwijn een keer in de spits neerzetten. Ik vind het wel chill om gewoon een snelle, frisse spits te hebben. Dan kun je gewoon met steekpaasjes de keihard tussendoor. In ieder geval, dat is de bedoeling. En hopelijk kunnen we met Bergwijn dan nog even scoren. Nou hier, Bergwijn. Afkappen. Dit zal wel baas zijn als hij weet te scoren. Op zich... deed hij dat redelijk? Ja, het schot was alleen wat minder. Maar de actie daarvoor was prima. Dat is het nadeel van Van Basten. Daarmee kan je niet zo kort draaien. En dat kan Bergwijn wel weer. Eden Hazard. Hier, Robben aan de andere kant. Heel vaak mist hij hem dan omdat hij met rechts schiet. Maar nu gewoon buitenkantje links. En dan zit hij wel. Kijk, hij kan beter met buitenkant links schieten zo'n voorzet. Met rechts, want met rechts zit hij bijna nooit. Maar dit heb ik sowieso gewonnen van 2-0 90ste minuut. Dat gaat mijn tegenstander echt niet meer goed maken. Was wel echt mooi uitgespeeld. Maar let's go. Kunnen we zo meteen weer aan het rad draaien. Nou, wedstrijd is afgelopen en dat betekent dat ik dus 2-0 heb gewonnen. Heerlijke wedstrijd weer, jongen. Mijn tegenstander had gewoon geen één schot op goal gehad de hele tweede helft. Dus dat zegt eigenlijk ook wel genoeg. Maar we hebben in ieder geval gewonnen, dat zijn 2 spinpunten. Plus we hebben verder eigenlijk niks. Nee, we hebben niet meer dan 3 goals. Oké, ik dacht eigenlijk dat we nog iets hadden. Maar dat is helaas niet het geval. Dus we mogen nu 2 keer aan het rad draaien. Maar als we nu even gewoon 200 FIFA punten kunnen krijgen, dan ben ik alsnog helemaal blij. Dus kom op! FIFA punten, FIFA punten. Dat zou mooi zijn. We krijgen een challenge. Oké, dan kan ik daar zo meteen even iets over zoeken. Dan zoek ik zo even een challenge op. Maar we gaan eerst nog één keertje draaien. Kom op. FIFA punten, dat zou mooi zijn. Ja, nice. 200. Dan hebben we er precies 1000. Dat is helemaal nice. Kunnen we een 50k pack openen. Maar ik zal eerst even Leen Cruijff toevoegen. Want dat moet ik niet vergeten. Die mag ik voor een wedstrijd gebruiken. En ik zal even een challenge opzoeken. Oké, Cruijff is toegevoegd. Die mag ik dus voor 1 wedstrijdje gebruiken. En ik heb een challenge uitgekozen van Tieme. Hij zei challenge. Van Basten is een legend in koppen. Maak daarom in 1 wedstrijd 3 goals met Van Basten. En verdien dan 2000 FIFA punten. Dus dat zou ziek nice zijn als dat gaat lukken. Maar we gaan natuurlijk eerst even die 1000 FIFA punten opmaken. Die ik nu heb gekregen. Maar anders mogen we natuurlijk nog 250k packs openen. Zo eerst even FIFA punten toevoegen. Oké, FIFA punten zijn toegevoegd. Dan mogen we in ieder geval 150k pakketje nu openen. Met de punten die ik zeg maar heb. Dus dan hebben we daar 0 van over. Maar het zou zo awesome zijn als we zo meteen... Oh, dit was trouwens wel koud, maar geen team op te zien. Maar het zou zo nice zijn als we 3 kopgoals kunnen scoren zo meteen. Want dan kan ik gewoon 250k packs openen. Maar we packen nu gewoon 90 in het konijn. Oké, het is geen team op te zien, maar het is wel een zieke walkout. En het is een 5... Oh nee, het is een 90 plus speler. Dat zijn gewoon 5 upgrade punten waard. Dus dat is super sick. En verder hebben we ook nog 2 boven de 82. Dus dat is ook nog weer 2 waard. Dan hebben we nu gewoon 16 upgrade punten. En we hebben Bergwijn, die is ook nog 2 waard. Dus dan hebben we 18 daarvan. En verder nog een Nederlander of een Belg.
Nee, dat niet. Maar dit was wel echt een zieke pack. Oké, Gonin, hoeveel is die waard? Oké, nou, 50.000 coins ongeveer. Het is niet het hoogste wat je kan krijgen of zo. Of het meest waardevolle. Maar het is alsnog super chill. Maar laten we nu maar het volgende potje spelen. En hopelijk ga ik 3 keer met de kop scoren met Van Basten. Oh, trouwens. Dan moet ik Van Basten er natuurlijk wel inzetten. Want ik heb nu Johan Cruijff in de spits. Oké, dan moeten we dat dus eventjes gaan doen. Dan mag ik die Johan Cruijff een ander potje gebruiken. Die laat ik dan nu eventjes daar. En dan moet ik trouwens even hier nog een kaartje toevoegen. Dus dan die leenspeler die bewaar ik voor volgende aflevering dan. Holy shit. Mijn volgende tegenstander heeft wel echt een heel ziek team. Meestal moet ik tegen teams die eigenlijk net iets minder goed zijn als mijn team. Maar dit is wel echt beter. Hij heeft gewoon 3 moment icons. Hij heeft nog 2 prime icons. Hij heeft Messi. Verder daaromheen ook zieke kaarten. Dus ik denk dat dit wel heel lastig gaat worden. Maar dat dacht ik bij mijn vorige tegenstander ook. En dat viel wel mee. Dus misschien dat het wel goed komt. Maar ja, we zullen het zien. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Nou, Van Basten. Tussendoor. Was dat buitenspel? Dat was wel een goal met de kop, maar het was buitenspel. Shit. Nou, hier Kevin de Bruyne. Nu een voorzetje van Basten. Ja, nice. Oké, deze telt wel. Het is me gewoon gelukt. Als je er een beetje op speelt, dat je met de kop wil scoren, dan beeld ook nog redelijk. Maar ik moet nog steeds 2 goals maken. Maar het is in ieder geval een goed begin natuurlijk. Nou, Robin, kom op Van Basten voor het goal. Dat vind ik wel raar af en toe. Hij blijft niet altijd voor je goal staan. Maar dit kan hem worden. Ja, holy shit. 2e goal met Van Basten. Nice, nog eentje te gaan met de kop. En we hebben 2000 FIFA punten verdiend. Oh, dit zou gewoon kunnen. In het begin van de challenge dacht ik, nou, dit gaat wel heel lastig worden. Maar halverwege de wedstrijd staan we er wel heel goed voor. Nou, hier corner. Als deze zit met Van Basten, dan heb ik een hat-trick met de kop. En hij scoort hem gewoon. What the fuck? 2000 FIFA punten verdiend. Dat dit mij is gelukt. En het is nog maar de 64ste minuut. Misschien dat we nog meer goals kunnen maken. Maar dit is echt heel bizar. Nu gewoon deze wedstrijd uitspelen. En gewoon zieke packs openen zometeen. Wat is dit heerlijk, jongen. Echt heel bizar dat me dit is gelukt. Nou, Van Basten vanuit deze hoek is lastig, maar het kan wel. En dit is de 4e goal. Nice. Weer met de kop. Dit keer was het niet Van Basten. Dit keer Kevin de Bruyne. Nou, hier gaan we alweer. Volgende kans. En dat is de 5-0. Echt bizar dat mijn tegenstander ook nog niet is geragequit. Want zo heel veel kansen heeft hij niet. De eerste helft viel trouwens mee, maar de tweede helft oon ik hem helemaal. Nou, volgende kans en de volgende goal. Dit is echt heel bizar. Nog een kopgoal. Dit keer Van Dijk. 6-0. What the fuck is dit? Ja hoor, de wedstrijd is afgelopen. En dat betekent dat het 6-0 is geworden. 3 keer Van Basten met de kop. De Bruyne 2 keer. Van Dijk nog een keer. Dit is echt een zieke wedstrijd. Maar dat betekent dat we hebben gewonnen. 2 spinpunten. Meer dan 3 goals. 1 spinpunt. En een hat-trick. Dat zijn ook nog 2 spinpunten. Dus we hebben in totaal gewoon 5 spinpunten verdiend. 5 keer aan de draad draaien nu. Plus natuurlijk 2000 FIFA punten door de challenge. Dus dit is zo lekker, jongen. Zo meteen. We kunnen zoveel dingen doen. Misschien dat we de volgende aflevering meteen op Team of the Season Wijnaldum kunnen toevoegen. Denk het wel. Als ik kijk hoeveel punten we nu hebben, dan moet dat haast wel kunnen. Maar laten we eerst maar 5 keer draaien. Let's go! Wat krijgen we als eerst? 300 FIFA punten. What the fuck? Alsof we nog niet genoeg hadden. 2300 nu. Let's go, volgende. Wat krijgen we nu? En een challenge. Dat is wel leuk ook voor de volgende aflevering. Laat nog maar een challenge achter. Ja, weet je, misschien had ik hem gewoon weer gehaald. Ik zal het even noteren. Laat mijn challenge weten beneden in de reacties. Voor de laatste aflevering, want dat wordt het, volgende aflevering. Maar kom op, volgende. Let's go! Wat krijgen we nu? We krijgen nog eens 1 upgrade punt erbij. Dan hebben we nu 19 upgrade punten. Volgende, we mogen zo maar draaien. Kom op, wat krijgen we nu nog? 100 FIFA punten, dan hebben we 2400. En dan wordt dit de laatste keer. Kom op, nog even iets leuks op het eind. Wat krijgen we? De 100 FIFA punten. Ik dacht nog eventjes jackpot, maar dat helaas niet. 2500 FIFA punten. We hebben nog een challenge en natuurlijk die leenspeler die ik nog steeds niet heb ingezet. Dus volgende aflevering gaat ook super sick worden. Laat dus even maar even de challenges weten in de reacties. Maar wat een heerlijke wedstrijd was dit. Maar ik ga trouwens niet al mijn FIFA punten opmaken. Ik vind het ook leuk om de laatste aflevering ook nog mooi wat packs te openen. Dus wat ik ga doen, ik ga nu 150k pack openen. En dan gaan we zo meteen de rest van de FIFA punten, daar heb ik nog 1500 over. Die ga ik bewaren voor volgende aflevering. Dat vind ik persoonlijk net zo leuk. Maar laten we nu maar eerst even een 50k pakketje openen. En hopelijk krijgen we nog een walkout. En het liefst een Team of the Season. Dat zou helemaal nice zijn. Let's go. Kom op, dan moet er in ieder geval een zwarte ondergrond onder zitten. En dat is helaas niet het geval. Is ook niet heel erg, want we hadden natuurlijk ook al Godin gekregen. Kan niet elke pack face zijn. Het is in ieder geval wel een border 83. Dat is in ieder geval 1 upgrade punt waard.
Dan hebben we nu 20 upgradepunten. Maar er kan nog een Nederlander en Belg in zitten. Hier, wat? 3 van 82. Dat is in totaal ook nog 3 punten waard. Dus hebben we 23. En zie ik een Nederlander of Belg? Dat helaas niet. Maar alsnog weer wat upgradepunten verdiend. Dus dat is wel chill. Maar dan was dit het voor deze ene laatste aflevering van de Rode Leeuwen. Echt een heerlijke aflevering. Die 6-0 overwinning was nice. De packs waren nice. Godin is natuurlijk een zieke speler om even te krijgen. En mijn team is echt bizar goed. En dus volgende aflevering denk ik Team of the Season bij Wijnaldum die we gaan toevoegen. Maar als jullie zeggen, hey, je moet iets anders toevoegen aan het eind van deze serie. Laat maar weten in de comments en dan kan ik dat natuurlijk ook doen. En stem natuurlijk even op wat jullie vinden wat de volgende serie moet worden. Ik heb een linkje in de beschrijving. En dan kan je stemmen op wat jij vindt wat het leukste idee is. Dus laat maar weten. Maar dan bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Pauze aan de kleding te checken. En dan heb ik dat zowel nog mee. Te zeggen en dat natuurlijk jullie laten bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!